Shores 0-2. Genoten? Ja, ja, echt, echt trots op de ploeg. Ja, trots. Waar heb je het meest op, uh, van genoten? Uh, dat we nu ook in staat zijn om zo hoog druk te zetten, zo hoog af te jagen, uh, dat heel lang vol te houden. Uh, en een goed voetballende tegenstander. We hebben Zwolle bekeken tegen AZ en tegen Feyenoord. Niet de minste tegenstanders. Daar hebben ze echt goed voetbal op de mat gelegd. Dat wij in staat zijn met goede hoge druk dat eigenlijk volledig te onderregelen. Ja, ik denk jij gaat zeggen, meest blij ben ik met de 0 die we gehouden hebben. Nee, ja. Ik geloof nou dat het nul meer een gevolg is daarvan. We hebben de groep ook gezegd. Eigenlijk heb je twee mogelijkheden tegenzwollen. Of je moet helemaal terug en de ruimtes heel klein maken, of heel hoog. Maar ga je er tussenin staan, dan gaan zij alle kanten bewegen, back het middenveld in, buitenspelers uitzakken. Pelle Clement die naar het middenveld komt, Zo kom je in een soort van, van reuzenrad terecht, alles alle kanten op draait. Dus je gaat of hoog of laag. Nou, ik heb gezegd: je moet voor mij hoog beginnen. En dan zien we samen hoe lang we het volhouden. En dat de groep dat zo goed doet, met zoveel energie, coaching. Uh, goede keuzes, goede duels. Dan is de nul daar een gevolg van. Dus uh, vandaar dat ik kies voor uh, het hoge druk zetten. Maar ik snap zeker jouw opmerking ook, want uh, de nul houden is mooi. Maar ook de laatste vier keer uit, tien punten pakken, is, uh, is heel lekker. Ja, is er ook nog een puntje van kritiek of helemaal niet? Ja, dat is een inkoppertje. Letterlijk, letterlijk en figuurlijk. Ja, daar schort inderdaad aan. Hè? Jullie laten ja. niet een lange wedstrijd. Ja, nou goed, we hebben de laatste wedstrijden vaak het andersom ook gehad. Neem Herenveen, waarin bijna elke bal een goal was. Ja, vandaag niet. Maar als je dan zo goed blijft verdedigen en ook dat het blijft geven. Ik vond het ook mooi hoe we de tweede helft starten, Gelijk weer druk. Gelijk weer een kans binnen een minuut. Ja. Ja, dan laat je wel merken dat uh, het maakt niet uit hoe lang we door moeten gaan met druk geven. We blijven afjagen en we zullen die goal maken. Ja, je zei het net al. Jullie zijn goed bezig sinds jouw aanstelling. Uh, volgens mij 16 punten uit zes uit wedstrijden. Waar gaat dat dan eindigen? Ja, ik denk eentje meer. Dan ben ik bang. Maar een wedstrijd meer. Ja, uh, kijk als we vandaag hadden verloren... Waar we heel erg bij de onderkant gekomen uh, Afgelopen woensdag hoorde ik mensen stiekem dromen over linkerrijtjes. Ik denk als wij uh, dit volhouden, een keertje winnen, een keertje verliezen, doen we het gewoon heel goed. We moeten vooral niet gek gaan doen, uh, want het gat met de onderkant is gewoon nog heel klein. We mogen trots zijn, zeker. Uh, maar de verschillen zijn veel te klein om al te gaan dromen over uh, veel mooiere scenario's, wat mij betreft. Ja, oké, okay. nog niet dromen dan misschien, maar je hebt wel ambitie. Tuurlijk, tuurlijk. maar ambitie 1 is voor mij echt afscheid nemen van die onderkant. Uh, zodat je echt een marge opbouwt en niet na één keer verliezen, al bang moet zijn van hoe we nog een keer verliezen, dan is het alweer gevaarlijk. En door een overwinning als vandaag tegen een concurrent daarin, ook een ploeg die denk gaat spelen rond plek 12, 13, ja, zet je daar wel een hele goede grote stap in. Nou, ga daar lekker van genieten, van uh, hoe het nu gaat. Gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel.